Hey, wat leuk dat je er bent en van harte welkom bij TLM in Nijmegen en superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Afgelopen week heb je best wel veel gezien van Triumph en dat komt ook mede door het Try the Triumph event en nu is het tijd voor Moto Guzzi. Afgelopen week heb je kunnen stemmen op 5 verschillende Moto Guzzi's en er zijn 3 favorieten uitgekomen. Ik ga van alle 3 een video maken en we beginnen vandaag met de nummer 3 van de 3. En dat is de V7 Sport. Dit wordt een vrij uitgebreide video, dus ik wens jullie heel veel plezier met het kijken. Zoals jullie weten hebben we 2 prachtige Moto Guzzi's V7 Sport modellen in onze showroom staan. En ze hebben ook een plekje op het podium gekregen, want dat is ook echt wat ze verdienen. En er valt heel veel over deze 2 motorfietsen te vertellen. Dus laten we beginnen bij de geschiedenis van de Moto Guzzi V7 Sport. En daarvoor gaan we even terug in de tijd. Tot 1958 had Moto Guzzi altijd een sterke en competitieve inslag. En voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Moto Guzzi toen al één van de leidende merken op de Europese racecircuits van Le Mans. Maar na de oorlog deed Moto Guzzi het nog steeds erg goed, maar op een gegeven moment, tijdens de jaren 60, had Moto Guzzi het er toch wel erg moeilijk mee om in leven te blijven. En in 1967 werd de allereerste Moto Guzzi V7 geïntroduceerd en daarna volgde de grote reeks van de populaire V7 modellen. De allereerste V7 was een grote tourmachine en leek een onwaarschijnlijke basis te zijn voor een sportieve motorfiets. Maar toen Lino Tonti en Luciano Gazzola zich bij Moto Guzzi voegden, brachten ze de nodige kennis en enthousiasme met zich mee om de Moto Guzzi V7 Sport te introduceren. In de vroege jaren 70 bewoog de motorfietsmarkt zich van de basisvervoer naar prestatiegericht. En dat wil zeggen dat het ook alleen kon worden voldaan als de motorfietsen een minimale inhoud van het blok hadden van 750 cc. En 750 cc was toevallig ook de capaciteit die was vastgesteld op de nieuwe op productie gebaseerde raceklasse. En met dit in gedachten slaagde Tonti erin om de grote V7 tot één van de mooiste en meest functionele 750 cc sportmotoren alle tijden te maken, namelijk de V7 Sport Tellaio Rosso. En dat is de V7 Sport in de groene kleur en het rode frame. In 1971 was de V7 Sport één van de duurste en meest exotische motorfietsen die verkrijgbaar waren. Zij het in beperkte hoeveelheden en toen hij in 1972 in reguliere productie ging, leverde hij toonaangevende prestaties. Maar we gaan even terug in de tijd naar 1967, waar de V7 recordmachine aan de top van zijn prestaties stond. Dit is de aanleiding van de V7 Sport. En niet voor niks. Want laten we de bekendste prestaties eventjes opnoemen. Lino Tonti's Moto Guzzi V7 record prototype uit 1969. Een motorfiets die maar liefst 19 snelheidsrecords vestigde voor de Italiaanse fabrikant. Waaronder de afstand van 1000 km bij 206 km per uur. De 100 km bij 218,5 km per uur. En 1 circuituur met een gemiddelde snelheid van 217 km per uur. En je kan je best voorstellen, dat zijn fantastische resultaten. En gezien deze fantastische resultaten besloot Moto Guzzi de productie van een sportmodel te starten. Voor deze fiets werd aan Lino Tonti 3 eisen gesteld. 200 kilo, 200 km per uur en een versnellingsbak met maximaal 5 versnellingen. Zo werd er na 2 jaar van ups en downs in 1971 de beroemde Moto Guzzi V7 Sport geboren. Tegenwoordig wordt de V7 Sport erkend als een van de klassieke motorfietsen uit het vroege Superbike-tijdperk. De Tellaio Rosso, dus de groene V7 Sport met het rode frame, is in beperkte oplage uitgebracht en verkocht in 1971. En je kan hem herkennen dus aan het rode frame en de groene kleur, zoals ik net al zei. Versnellingsbak zonder koelribben. Zoals je ziet, hier zie je de koelribben. Welke dus eruit ziet als een versnellingsbak met 4 versnellingen, maar heeft er intern 5. En een lichtgewicht raceframe van chroom molybdeen. En daar is ook heel veel over te vertellen. Ik ga je even kort daar wat over vertellen. Tonti ontwierp het frame voornamelijk voor racen met overwegend rechte buizen, zoals gebruikelijk. Het raceontwerp is nu bekend als het Tonti Frame. De framebuizen zijn buiten het draaipunt van de achterbrug vastgemaakt en dat zorgt voor meer stevigheid
en om doorbuiging onder komende belasting te verminderen. Nu de dynamo weg was, was er meer ruimte tussen de cilinders, waardoor dus veel langere frame ruggengraat mogelijk was. Het eerste prototype was begin 1970 klaar en werd door Gazzola en Tonti getest in de straten en bergen rond het Como Meer en op de testbaan op het dak van Mandela. Omdat 1971 een belangrijk jaar was voor Moto Guzzi, namelijk het 50-jarig bestaan, werd er besloten om de eerste badge op de raceafdeling te produceren, namelijk de Telaio Rosso, met veel handgemaakte componenten, waaronder dus de brandstoftank. Deze motoren waren gebouwd voor het racen en testen door motorjournalisten. Tonti onthulde zijn creatie in juni 1971 tijdens de 500 km race van Monza voor 750 cc productmachines. Dit was een veelbelovend debuut. De officiële fabrieksgegevens geven aan dat er in 1971 104 stuks werden gebouwd. Echter, het is niet helemaal duidelijk hoeveel precies gebouwd zijn, omdat er ook andere bronnen zijn die beweren dat er over 150 stuks, dan wel 204 stuks, zijn gebouwd. Maar veel meer dan dat zullen het er niet zijn. De introductie van de V7 Sport werd uitgesteld, dus tot zeker was dat de magische 200 km per uur grens doorbroken kon worden. De banden werden speciaal door Michelin ontwikkeld en getest tijdens de Bol d'Or van 1971. Het model van 1972 en 1973 had een zwart frame. En dit model komt dus uit 1972. En dan hebben wij natuurlijk ook die blauwe en die komt uit 1974. Nu gaan we even terug naar onze showroom. Ik heb je wat verteld over de geschiedenis van de V7 Sport. En ik kan je vertellen, er is nog veel meer over te zeggen. Zoals ik hiervoor al vaker heb uitgelegd, is het eerste model de Telaio Rosso. En die is zeldzaam en die zul je dus niet zo snel tegenkomen. Maar we hebben hier dus wel twee V7 Sport staan in de originele kleurstellingen. De Legnano Groene, de V7 Sport uit de tweede serie, bouwjaar 1972. En de blauwe V7 Sport van de vierde en laatste serie, bouwjaar 1974. Beide motoren zijn volledig door TLM zelf gerestaureerd en dat betekent volledig opnieuw opgebouwd met zoveel mogelijk originele onderdelen. De technische specificaties van deze twee motorfietsen zijn: ze hebben beide een V-twin motorblok, 748 cc cilinderinhoud, welke 61 pk levert en welke wij voorzien hebben van een intern oliefilter voor de betrouwbaarheid. Daarnaast zijn ze uitgerust met een versnellingsbak met 5 versnellingen, kardanaandrijving en een hoogteverstelbare clip-ons. De Legnano Groene V7 Sport heeft de karakteristieke trommelremmen voor en achter, terwijl de Blue, dus de V7 Sport, de blauwe, uitgerust is met de officiële fabrieksoptie, welke bestaat uit remschijven aan de voorzijde, zoals in de opvolger van de 750S, later is ook is toegepast. En een geweldig klinkende Lafraconi Compagione uitlaatset. Beide motorfietsen worden afgeleverd, inclusief fotoverslag en 12 maanden garantie. Maar ik kan je verzekeren, dat ga je waarschijnlijk niet nodig hebben, want deze motorfietsen met dit bouwjaar, hoe zij eruit zien, die vind je niet snel. Dus ik zou zeggen, kom naar TLM, we hebben ze allebei staan. Kom naar TLM.